Ogen gericht op de koninklijke familie en deze keer vooral op de prinses die er voor het eerst bij was. De eerste fans keken naar haar uit. Ach, zij is er ook weer, het oude reptiel. Kijk te gaan. Hallé, hallé. Vorig jaar stonden nog al die omgekeerde vlaggen. Zat ze er heel beteuterd. Nee, nu. Slaves. Hallo, slaves. Ik bezit er weer. Bea. De Ray. Hey. Een paar vliegen zo vangen. Dat blijft een lizard natuurlijk. Ken ze niet later. Hier was het toch wel redelijk. Onderzoek dat het vertrouwen in de koning verder daalt. Net als de steun voor de monarchie. Er zit ook helemaal geen hond daar, hè? Links. Er zit normaal toch helemaal vol. Vol met van dat oranje paupervolk. Zou het nu eindelijk zover zijn dat het oranje klapvee het treinkaartje niet meer kan betalen. Omdat ze elk dubbeltje om moeten draaien. Omdat die groot graai is en al de andere mafioze tuig constant aan het beroven zijn. Ja, dat hoop ik dan. Goed nieuws. Dat is goed nieuws! Lege tribunes op Prinsjesdag. En waar is de Partij van de Dieren als je ze nodig hebt? Moet je zien. Hoe worden die paarden behandeld? Wat doen die paarden daar? Hoezo moeten die paarden een koets gaan? In deze tijd nog een koets. Hoeveel stront gaan die paarden daar neerleggen daar op de lange voorhout? Of hoe heet die shit daar? Hoeveel stront, hoeveel methaan, hoeveel CO2, hoeveel stikstof leggen al die paarden er in Den Haag neer? Verschrikkelijk. Waarom is er geen Extinction Rebellion op dat stukje daar? Waarom heeft Extinction Rebellion zich daar niet vastgeplakt en zaten ze weer een paar kilometer verderop? Die sukkels. Waarom zijn ze niet op de plek waar ze moeten zijn? Plak je vast aan die glazen koets van onze koning. Onze koning. Dat is niet mijn koning, rothop. Oké, rustig, Mink. Positief. Zijn sowieso een zeldzaamheid, zelfs met... Ja, dit is een prachtige scène. Dit heb ik echt zo vaak zitten kijken van de week. Van links naar rechts, hè. Dan heb je die koning, Maxima. En dan heb je Amalia. Die is groot ook, hè. Breed en groot. Het is een soort van GVR. Van Roald Dahl vroeger, de GVR. De grote vriendelijke reus. Nou, haal de vee maar weg. Zo vriendelijk is ze volgens mij niet. Dat is echt zo. Die wil heel graag koningin worden. Zo, zo, zo. En dan hebben we Alexia. Die zat er voor het laatst. En hoe heet dat peert? Laurentien. En ja, die gozer die er altijd bij mag lopen. Constantijn. Zo, daar staan ze. Nou, dat is de situatie. Kijk, Willy. We gaan ze even analyseren. Maxima, die vindt het altijd fantastisch. Ja! Ik deed even Maxima na. Nou, Willy. Leuk, leuk, leuk. Plebs. Hallo, plebs. Hey, plebs. Doei. Kijk, Alexia hoeft niks over te zeggen, die heeft door van, what the fuck doe ik hier? Ik wil dit niet, laat me maar rust, ik heb hier ook niet voor gekozen. Wat moet ik hier? Ik heb hier geen zin in, laat me maar rust. En dan heeft ze die grote zus, dat is haar handler. Dat zien we hier. Amalia, die staat een beetje naar links te kijken zo. Zusje. Lachen zusje, lachen. Zwaai naar de plebs, zwaai naar de plebs. Godverdikke, zwaai naar de plebs! Kom op! Zwaai naar die plebs! Zo staat ze erbij. En dat fluistert ze. Godverdomme, zwaai naar de plebs! Zwaai naar je onderdanen! Zwaai naar je slaves! Godverdomme! Maar applaus voor Alexia, dat ze er zo bij staat. Zo, maar normaal moet je zien, die bliksem vindt echt helemaal niks, hè? Niet het publiek, ja ook, maar zij denken van, ik schiet jullie straks allemaal, als ik koningin ben, schiet jullie allemaal door de kop, hè, wacht maar. Maar ze vinden het voornamelijk niks dat een zusje er zo bij staat, zo'n knappere zusje, hè, dat is ook niet zo moeilijk. Maar een zusje, wat door iedereen wordt gezegd van, oh, dat is wel een mooie meid, en het zal ons verbazen als ze wel van Willy is, want ze lijkt helemaal niet op Willy. En die anderen wel, die lijken wel op die lillijke koning, en zij leest het ook allemaal, en ze denken, godverdomme, mijn knappe, het is net die, dat sprookje. Welke is dat ook alweer?
Is dat assenpoester of door een roosje? Dat ze in die spiegel kijkt, zo van spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste prinses van het land? En dan zegt die spiegel, je zus, je zuster Alexia, ben je soms blind of zo? Ben je soms blind, Amalia? Kan je niet uit je doppen kijken? Je ziet toch zelf ook wel dat uw zuster vele malen knapper is? En dan staat ze naar die spiegel en zegt, godverdomme, godverdomme. En nou staat ze hier ook. Zou me niks verbazen als ze proberen de zusje gewoon te vermoorden. Zo van, wie is er nou de knapste van het land? En dan, wie is er het knapste van het prinsesje van het land? En dan die spiegel dan zegt, Alessia, of hoe heet die derde? Wie weet hoe die derde heet? Wat een verschrikkelijk iets.